Oké. Goedemiddag allemaal, welkom. Half vier, stipt op tijd. Volgens mij zag ik de heer Lammert Vinken ook al in deze call. Lammert, zou jij deze sessie willen starten? Ja, goedemiddag allemaal. Mijn naam is Lammert Vinken en ik ben de host voor vandaag. Tof dat jullie er allemaal zijn. Ook super gaaf dat jullie in deze tijden tijd vrijmaken om naar zo'n gaaf lockdown dekje te komen luisteren. Ik ben ook blij dat wij binnen InfoSupport een heel aantal gave sprekers hebben bereid gevonden om vandaag het verhaal met jullie te delen. Ook welkom voor jullie allemaal. Leuk dat jullie er zijn. Het is eigenlijk goed om nog even vooraf een aantal huishoudelijke mededelingen te doen. Eén, is het van belangrijk dat jullie allemaal met je eigen naam zijn ingelogd. Want wij zullen ervoor zorgen dat jullie een persoonlijke link krijgen met een dinerbon na afloop van deze sessie. Dat zal in ieder geval morgen verstuurd worden naar jullie, zodat jullie in ieder geval ook naar aanleiding van deze dag nog een bon bij thuisbezorgd.nl kunnen besteden. En voor België wordt het diner persoonlijk bezorgd. Twee, let nog even op de huisregels zoals op de intro slide zijn. Zorg ervoor dat je je camera uitzet. Zorg er ook voor dat je geluid uitstaat en als je niet praat. Dus als je een vraag hebt, vraag het eventjes via de chat. Op dit moment is het meest handige. En misschien is het ook goed om aan te geven dat we in deze tijd van corona, dat we als InfoSupport zijn op zoek zijn gegaan naar gave manieren hoe we toch kennis kunnen delen. Want dat vinden we als InfoSupport ongelooflijk belangrijk. Dus we zijn blij dat we nu bijna met 100 mensen in deze teamsmeeting zitten. Dus ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen volgen. Dus mochten er nog vragen zijn, laat het eventjes weten. We hopen dat jullie een hele gave sessie hebben vandaag. Dus ik geef ook graag het woord aan Marco, zodat hij vandaag jullie met een ongelooflijk gaaf verhaal kan inspireren. Dus succes, Marco. Gaat helemaal goed komen. Top man. Dankjewel voor deze introductie, Lammert. Ik zal gelijk gaan beginnen. Welkom nogmaals allemaal bij deze lockdown lecture. Met vandaag als onderwerp Xamarin Bootcamp. Van Hello World tot productie in 90 minuten. Een heel interessant onderwerp. Ik spreek al heel veel jaren over dit onderwerp. Alleen dit is wel de eerste keer dat ik dit vanuit de huiskamer ga doen. Of eigenlijk, dit is mijn studeerkamer. Op mijn achtergrond zien jullie hier New York. New York is helaas op dit moment het epicentrum van de crisis. Dus laten we daar niet al te veel focus op brengen. Mijn naam is in ieder geval Marco Kuiper. Werk al 10 jaar voor InfoSupport, of ruim 10 jaar. Ben hier ook afgestudeerd. Dus ik ben afgestudeerd van de HAN in Arnhem. Daar woon ik nog steeds. Dus waar deze presentatie plaatsvindt, is ook vanuit daar. En ja, zoals ik zeg, ik heb heel veel presentaties gehouden, maar nog nooit eentje virtueel online. Dus ook voor mij is dit een hele nieuwe ervaring. Ik hoop dat jullie het gewoon goed kunnen volgen. De chat staat in ieder geval open. Dus ook als je vragen hebt of tussendoor iets wil zeggen, voel je vrij om de chat te gebruiken. Ik probeer het af en toe mee te lezen. Maar Lammert die houdt het sowieso in de gaten. Dat betekent ook dat Lammert, als ik vragen mis of er gebeurt iets anders wat ik niet zie tijdens mijn presentatie, dan zal Lammert mij daarvan op de hoogte brengen. Mijn contactgegevens staan al op het scherm. Dus mochten jullie naar aanleiding van deze presentatie vragen hebben of iets anders willen weten, je kan me via marcok@infosupport.com bereiken. Maar ook via Twitter op @marcofolio. Op die manier kunnen we in ieder geval in contact komen. Aan de rechterkant van deze slide zien jullie een aantal pluche Xamarin-aapjes. Het aapje is eigenlijk het logo, of eigenlijk de mascotte van Xamarin. Ik heb er hier een aantal naast mij staan. Deze zullen mij in ieder geval mentaal supporten. En wat ik jullie graag wil meegeven is dat mocht je zelf zo'n aapje willen hebben, let dan goed op tijdens deze presentatie, want aan het einde dan geef ik er in ieder geval eentje weg. Waarschijnlijk wordt hij opgestuurd nadat, als het allemaal weer wat makkelijker is om dingen te versturen via werk en zo. Maar hij komt aan jullie kant op, dus ik zou zeggen, let goed op. En aan het einde komt daar een leuke prijs wellicht jullie kant op. Nog iets wat ik nog niet helemaal over mezelf heb verteld, is dat ik een aantal jaar bij de Nederlandse Spoorwegen heb gewerkt namens InfoSupport. En dat heb ik gedaan met de technologie waar we vandaag het over gaan hebben, namelijk over Xamarin. Wellicht dat jullie het al hebben gezien, maar een paar jaar geleden, ik denk 2 jaar geleden, begonnen opeens alle conducteurs, die begonnen van hun device waarmee ze de kaartjes scanden, gingen ze opeens over naar een mobiele telefoon waar ze al hun werkzaamheden op uitvoerden. Nou, dat klopt. En dat was een team wat ik met InfoSupport samen heb gedaan. Dus we hebben een aantal apps ontwikkeld voor de Nederlandse spoorwegen. En daarbij hebben we dus een aantal van hun core functionaliteit hebben we omgezet naar een mobiele telefoon. En daarvoor hebben we Android als basisplatform gekozen. Maar de ontwikkeltechnologie waarmee dat is gedaan, dat is Xamarin.
En dat is natuurlijk heel erg gaaf, een super tof project om te zien. Ook als ze zien van wat voor een impact dat heeft op de samenleving, om te kijken van hey, hoe werkt dat nou? Kortom, mocht er iets zijn waarbij je, deze studenten, die ga ik er even vanuit, die gaan met het openbaar vervoer en komen daarmee ook in aanraking met de trein van de Nederlandse Spoorwegen. Als je die telefoon ziet of je hebt daar vragen over of iets, je weet in ieder geval nu, een van de personen die ermee heeft ontwikkeld, dat ben ik zelf. Dus als je daar vragen over hebt, voel je vrij om contact met mij op te nemen hoe we dat in elkaar hebben gezet. Maar dat is een hele andere presentatie en daar zal ik jullie nu niet mee vermoeien. Waar ik dan nog wel een beetje benieuwd naar ben, en dit is een kleine test om te kijken of iedereen wakker is. Ik ben een enorme Apple fanboy. Dus ik heb hier ook een iPhone. Het is gewoon een iPhone device. Dit stream ik vanuit een Mac. Ik heb eigenlijk heel veel Apple gear thuis staan. Maar ik ben even benieuwd naar jullie. Je mag het gewoon de chat gebruiken. Wat voor een device heb je? Dus iets van iOS of Android of zelfs Windows Phone. Als je dat typt, dan ben ik even benieuwd. Nou, ik zie dat Androids gaan hard. Android, kijk. Dit gaat in de één iPhone, Apple, iOS, Android, Windows Phone. Oh, is. Blackberry. Ik ben echt benieuwd of iemand echt Blackberry heeft, maar dat kan. Android, Windows Phone, Android, iOS. Oké, als ik een beetje Nokia 3311, geweldig. Die kan je dingen mee kapot gooien. Dat is echt super mooi. En een 3310 zelfs. Maar als ik het een beetje kijk naar de snelle reacties. Een heel groot deel heeft Android devices. Een aantal iOS. En als de ene niet aan het liegen was, dan heeft er daadwerkelijk iemand een Windows Phone. En dat is natuurlijk super om te zien. Symbian, dat is de voorloper van BlackBerry OS. Dus als er inderdaad mensen zijn die dat gebruiken, dan vind ik dat ontzettend gaaf. Het zijn er niet veel meer, laat ik het zo zeggen. Symbian, niet van BlackBerry OS. Windows Phone is doodverklaard, ja. Nou, in ieder geval, het algemene tendens in deze chat is dat de meeste mensen die gebruiken Android en iOS een stevig tweede. En alles wat erna komt, tellen we nu heel even niet mee. Behalve dat je er wel met Xamarin iets mee kan. Daar kom ik straks op terug. Tweede interessevraag die ik eigenlijk heb aan jullie. Hebben jullie al wel eens voor een mobiele telefoon ontwikkeld? En zo ja, met welke technologie stack was dat? Mag ook weer in de chat. Kan HTML zijn, kan Flutter zijn, kan zelfs ook Xamarin zijn. Ik ben even benieuwd wat jullie ervaring is qua mobile development. Android Studio, dus iemand heeft al native Android ontwikkeld. React Native en Java, Android Studio. Xcode, dat is een iOS-ontwikkelaar. Android Studio, Swift. Ionic? Oh, Ionic, netjes. Swift, Xcode, oké. Nou, goed om te zien. Vooral heel erg gaaf om te zien dat jullie al heel veel mobile development ontwikkelingen hebben gedaan. Er is al een aantal voor deze introductieslides die zullen eigenlijk voor zich spreken. Want daarmee komen alle mobile ontwikkelaars komen ermee in aanraking. Maar er zullen een aantal dingen zijn die heel erg Xamarin dan wel niet Windows specifiek zijn. Oh, gaaf. Ik zie ook iemand die met Flutter heeft gewerkt. Flutter is echt een directe concurrent van Xamarin. Ze proberen eigenlijk hetzelfde doelgroepen te targeten. Dus Ziad, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek. Ik ben benieuwd wat je vandaag opsteekt en of je kan een vergelijking kan trekken met Flutter. En zelf conclusies kan trekken wat er eventueel beter is dan de ander. Oké, ontzettend gaaf. Leuk om te zien dat jullie zo actief zijn hierin. Gaan we even door naar de volgende slide. We gaan het vandaag hebben over Xamarin. En Xamarin is eigenlijk onderdeel van de .NET-familie. Toen ik in dienst kwam bij InfoSupport, begon ik als Java-ontwikkelaar. Maar heb daarna vrij snel de switch gemaakt naar .NET. En het grappige is dus dat in de tussentijd, toen 10 jaar geleden .NET upcoming was, was het zo, je had Java en Java probeerde zoveel mogelijk met één taal op alle platformen te werken. En je had aan de andere kant .NET, wat eigenlijk voornamelijk heel erg de Windows-groep aan het targeten was. En 10 jaar verder zie je opeens dat de wereld compleet anders is geworden. .NET pretendeert nu te zeggen van your platform for building anything. Dus je kan eigenlijk alles met .NET bouwen. Of het nou van desktop tot web tot cloud tot zelfs AI gaat, waar ook een andere lockdown lecture over gaat, is ook mobile een van de zaken waar .NET een voet in de aarde heeft. En vooral mobile is hierin wel interessant, want als je kijkt naar ook wat we zien hier in deze chat,
Android domineert de mobile-markt. Wereldwijd gezien zijn ze ontzettend groot. iOS is een stevige tweede, maar Microsoft heeft gewoon de boot gemist als het gaat om mobile development of mobile in zijn algemeenheid. De Windows Phone was er wel, alleen alles daarvan dat is gestopt en dat zien we ook een beetje in deze chat voorbij komen. Maar om nog steeds een beetje een vinger aan de pols te houden als het gaat om mobile development, hebben ze wel gezegd van oké, we gaan de Xamarin technologie gaan we adopteren, zodat we in ieder geval vanuit Microsoft nog steeds een beetje impact kunnen maken als het gaat om mobile development. En dat doen ze met de .NET technologie. En dat is ook waar we het vandaag over gaan hebben bij deze Xamarin Lockdown Lecture. We gaan het begin kort hebben over app development in zijn algemeenheid. Nou, dat stukje zal ik kort houden omdat dat vrij generiek is. En daarna ga ik specifiek in op Xamarin Android, een stukje over Xamarin iOS. En vervolgens ga ik wat verder in over Xamarin Forms. Xamarin Forms is echt over het algemeen, als je de meeste presentaties tegenwoordig online hoort over Xamarin, dan gaat het 95% van de keren gaat het over Xamarin Forms. En dat is ook waar je de meeste innovatie ziet vanuit Microsoft. Dat wordt het meeste doorontwikkeld. De eerdere twee producten, Xamarin Android en Xamarin iOS, die zijn al vrij ver uitontwikkeld. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat de innovatie daar een beetje is gestopt. En ik wil vandaag ook afsluiten met een test en deploy. Natuurlijk testen we allemaal en dat doen we ontzettend goed. Alleen hoe ziet dat eruit in de mobile space en hoe ziet dat eruit als we gaan deployen naar zaken als app stores? Dat is een beetje de agenda voor nu. Zoals ik zo straks al zei, ik ga ontzettend hard mijn best doen om ruim voor 5 uur te eindigen. Of 10 minuten voor 5. Ik blijf na 5 uur nog hangen. Dus als je dan ook nog vragen hebt, dan be my guest. Maar ik zorg in ieder geval voor dat alle content van de slides, of in ieder geval de content die ik vandaag wil behandelen, om 5 uur wordt besproken. Kortom, ik wil graag beginnen met app development en al wat general thoughts die hierbij spelen. Als we het over app development hebben, dan hebben we een aantal smaken van app development. En het mooie is aan de reacties die ik aan het begin kreeg te zien. Hebben jullie al een aantal mee te maken gehad? De eerste smaak van appontwikkelingen is dat we de hele vendor stack gebruiken. Dus hier hebben we 3 kolommen. En die kolommen die representeren eigenlijk een hele app die je bijvoorbeeld maakt voor Android, een hele app die je maakt voor iOS en zelfs Windows Phone mocht je daar zin en tijd voor hebben. En het hele idee is dat je dan per app de vendor stack gebruikt. Dus in het geval van Android gebruik je daar Kotlin of Java en Android Studio voor. In het geval van Apple gebruik je daar Xcode en Swift voor. Of Objective-C mocht je daar nog zin en tijd voor hebben. En in het geval van Windows Phone gebruik je daar UWP, Visual Studio en C# voor. Ontzettend krachtig om het op deze manier te doen. Op die manier hou je zo dicht mogelijk je app zo dicht mogelijk zoals de vendor het heeft bedoeld. Het geeft je heel veel controle. Het nadeel is dus wel heel duidelijk dat je 3 keer een taal moet leren. 3 keer iets moet onderhouden. En op het moment dat er een bug in het ene platform ontstaat, wil dat niet direct zeggen dat die in een andere ook aanwezig is. Er zitten echt wel wat voordelen aan bij deze vendor aanpak. Jullie kunnen je voorstellen dat wij als InfoSupport hebben ook klanten in het bankensegment. Die ING bijvoorbeeld, die wil zo ver mogelijk dit als aanpak hebben. Waarbij ze echt zeggen van oké, we willen zo dicht mogelijk bij de bits zoals ze bedoeld zijn van die vendoren blijven. En een bank heeft natuurlijk wel het geld om zoiets te kunnen doen. En helaas is dat niet voor iedereen weggelegd om 3 keer een taal te leren. Dus ook voor ontwikkelaars is het heel erg lastig om dit allemaal, alle 3 op hetzelfde niveau te houden. Ik focus er nu wel even een klein beetje op de linker 2. Dat zijn de 2 dominante platformen. Dus zelfs die 2, alle 2 op hetzelfde niveau onderhouden, dat is nog best wel tricky. De tweede smaak die we eigenlijk hebben, dat noemen we een soort magic box approach. Je ontwikkelt iets in 1 generieke taal. En de tooling eromheen, die zorgen ervoor dat er een soort wrappertje omheen komt. Wat er uiteindelijk voor zorgt dat de app geïnstalleerd kan worden op je device. Hier zie je vaak de Cordova-oplossingen waarbij je bijvoorbeeld een app realiseert in HTML. Of een andere generieke taal. En vervolgens zorgt de tooling daar dus voor dat er een pakketje uitkomt wat geïnstalleerd kan worden op de devices. Het nadeel hiervan van deze approach is vaak een beetje dat je
apps die daaruit komen, die hebben één generieke deler. Vaak zie je dat met HTML-apps, die zien er allemaal hetzelfde uit op de verschillende platformen. Maar ze hebben dus als ontwikkelaarsvoordeel dat je dus supersnel kan realiseren. Omdat je het in één keer maakt voor alle platformen. En dat is natuurlijk heel erg krachtig. Dus ook hier zitten weer wat voordelen en wat nadelen aan ten opzichte van die eerste approach, die vendor-driven approach. Maar de laatste is degene waar we het vandaag over gaan hebben en dat is de hybride approach. Waarbij we wel zeggen van oké, de app die je realiseert, die heeft een native UI. Dus de look en feel van die app, die is volledig native. Als je de app draait op een Android device, dan zijn het ook gewoon echt de Android buttons. Voor iOS geldt precies hetzelfde. Maar er zit een gedeelde stuk code achter. Zodat op het moment dat jij dus business logica aan de onderkant hebt geprogrammeerd, dan kan je dat ervoor zorgen dat het in één keer wordt gebruikt op iOS, dan wel niet op Android, zonder dat je dus specifiek die taal hoeft te leren van wat de vendor heeft bedoeld. En dit stelt je natuurlijk in staat om vrij snel en rap te ontwikkelen, zonder dat je dus de native capabilities van de frontend verliest. Dus naast dat de button en eigenlijk hetzelfde look en feel heeft op het device, is het ook de native performance die je eruit haalt. En dat is waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het dus echt over het allerrechtse type smaakje appontwikkeling hebben. En dat is ook hoe Flutter het bijvoorbeeld doet. En daarom dus ook een concurrent van Xamarin. .NET mobile apps with Xamarin. Zoals ik al zei, van je kan iOS apps ontwikkelen en Android apps ontwikkelen met C#. Mocht je C# niet kennen of kunnen, dat scheelt. Dat is helemaal niet moeilijk. Dus dat is wel iets waar we mee zitten. Dus alle demo's vandaag die zullen ook wel in C# zitten. Ik zie hier een goede vraag van Sander. Wat is het nadeel van de hybrid methode? Ik zal je straks uitleggen. De eerste twee nadelen zijn dat je af en toe nog wel met het OS te maken hebt. Dus wat ook de nadelen zijn van de vendor approach is dat jij echt wel kennis moet hebben van het Android platform en of het iOS platform. En het tweede nadeel is, dus, maar goed, dat hoeft niet een nadeel te zijn. Je zit gewoon minder tegen de bits aan van de vendor. Dus dat betekent dat als je iets voor iOS maakt, dan zit er in principe nog wat tussen wat van Microsoft is, namelijk een compiler. In principe zie je daar niet heel veel van terug. Maar er is straks ook nog één groot nadeel wat je vooral ziet bij Android. Maar daar kom ik straks op terug op het moment dat wij bij Android uitkomen. Goeie vraag, dank je. Het belangrijkste hiervan is dat we dus echt native apps maken. Het gaat er dus om dat je dus die native look and feel hebt en de native performance. Het middelste stukje gaat over cross-platform, Xamarin Forms, waar ik straks dus op terugkom. En daaronder zien we ook weer, je kan bij native APIs komen middels Xamarin Essentials. Op het laatste stukje, op het moment dat ik bij Xamarin Forms uitkom, dan zal ik het ook hebben over Xamarin Essentials. En het laatste stukje is ook super interessant. In 2016 heeft Microsoft Xamarin overgenomen. En toen ze dat hebben overgenomen, toen hebben ze alle code van Xamarin open source gemaakt. Dus als je nu naar github.com/Xamarin gaat, dan zul je ook zien dat je alle bits van Xamarin online kan vinden. Daarmee is het ook gratis geworden. Dus voor de meeste dingen kan je gewoon bij wijze van nu al gaan starten. En dat maakt ook de drempel heel erg laag om met Xamarin te gaan starten. Dus ik wil je uitdagen, mocht je na deze sessie heel erg enthousiast zijn geworden over de technologie stack, download het. Het is vrij rap geïnstalleerd. En je kan ermee aan de slag gaan en je hebt zo je eerste Xamarin appje gerealiseerd. Xamarin zegt het eigenlijk al zelf. Dit is hun statement. Met Xamarin je kan apps snel bouwen, native, die er goed uitzien in een hele korte tijd staan met minder code in een thriving ecosystem. En wat ze met thriving ecosystem eigenlijk bedoelen, is dat alles op dit moment heel erg door Microsoft gedragen wordt. Integraties met hun clouddiensten zoals Azure, die komen out of the box erbij. Je hebt vrij snel een mooie native app voor elkaar. Dat is eigenlijk ook waar we het vandaag over gaan hebben. Een van de belangrijkste speerpunten van Xamarin is dat zij enorm up-to-date zijn.
Zij supporten de laatste versie van alle OS'en van Android en iOS, die supporten ze gewoon. En op het moment dat er een soort beta-beeld beschikbaar is van iOS, dan wel niet van Android, is Xamarin er eigenlijk als de kippen bij om daarvoor support te bieden. Want wat jullie straks ook gaan zien is dat er eigenlijk soms ook direct met de SDK van Android, dan wel niet van iOS, contact wordt gelegd. En daarmee is het dus wel belangrijk dat mocht je een app ontwikkelen met iOS, of met Xamarin, en er komt een nieuwe versie van iOS aan, die komt ieder jaar uit, dat jouw app dat ook daadwerkelijk direct kan supporten. Dus Xamarin doet daar heel erg hun best op. Een vraagje van Jurgen. Hoeveel beïnvloedt Xamarin de size van je app in vergelijking met een native app? Kijk, dat is echt een hele goede vraag, Jurgen. Misschien heb je al ervaring met Xamarin, want dan weet je het antwoord misschien. Maar als je de vraag daadwerkelijk stelt omdat het interesse is. Dit is een van de nadelen waar ik zo meteen op terugkom als het gaat om die hybrid methode. In het geval van Android heeft dit degelijk effect. En dat heeft ook daadwerkelijk impact als het gaat om app size wat mij betreft wel groot is. In het geval van iOS is dat een heel stuk minder. En ik zal zo meteen uitleggen waarom dat zo is. Maar het is wel degelijk zo dat Xamarin de app size daadwerkelijk beïnvloedt. Dat is een goede vraag. Oké, laten we even een stukje het over Xamarin Android hebben. Nou, het is Android is het operating system van Google. Bij de meeste van jullie bekend, want de meeste draait het op de telefoons. De laatste versie is Android 10. En zoals je ziet, de wereldwijde market share zit op 73%. We zagen het hier al in de chat. Android domineert gewoon de markt. iOS stabiel tweede. Maar je kan wel zeggen dat Android de mobile wars heeft gewonnen. Daarom is het natuurlijk super interessant om ervoor te zorgen dat in ieder geval je app draait op Android. Want als je in ieder geval wil dat je app succes wordt, dan wil je gewoon dat het op heel veel devices wordt geïnstalleerd. Nou, zorg dan dat je in ieder geval Android target, want dat is degene waar het het meeste op gedraaid wordt. Als we het hebben over Xamarin Android, dan is dat origineel gebaseerd op een framework wat heette Mono. Mono is een open source .NET port uit de open source wereld. En daar had iemand ooit het idee van, hey, laat ik eens een binding maken voor Android. En dat heeft hij uiteindelijk MonoDroid genoemd. En het belangrijkste hiervan is wel om te weten van, het is echt native. Het is niet een schilletje wat ertussen zit. Het praat direct tegen de kernel aan. En daarmee heb je dus die echte performance waar we het hele tijd over hebben. Er zijn wel een aantal tools die je hiervoor moet installeren. Op het moment dat je Visual Studio installeert op je Mac of op je Windows device, dan kan je gewoon de optie aanzetten, ik wil graag mobile development doen. En daarmee krijg je gewoon alle tools krijg je erbij, die worden voor je geïnstalleerd. Dus ook de Android SDK wordt hierbij geïnstalleerd. Voor de mensen die Android Studio kennen, die zullen een aantal dingen zo meteen herkennen. Want de Android SDK is dezelfde als die Android gebruikt. En ook de emulatoren die hierbij gebruikt worden voor ontwikkelingen, die worden ook daadwerkelijk gewoon aangesproken vanuit Visual Studio. Dus onder water zit er Mono, het vergelijken met wat ik dus zei van de .NET port, de .NET framework port, wat onder water wordt geboord en ook wat zorgt voor de beeldstraat. Architectureel gezien ziet het er eigenlijk als volgt uit. Aan de linkerkant zien wij .NET en C#. Dat is dus het framework en het taaltje. En de verschillende bindings. En die bindings die zorgen er dus daadwerkelijk voor dat de app tegen het Android OS kan praten. En daar komt dan een APK en een AAB uitrollen. En vervolgens zie je daar rechts staan. Je hebt een IL, de Intermediate Language, en JIT. Wat het uiteindelijk op het device draait. Dus belangrijk om te onthouden is dat Xamarin Android gebruik maakt van just-in-time compilation, dus JIT. En dat is anders dan bij iOS. En hier zien we ook een beetje waar dat vandaan komt. Dus als wij kijken naar de architectuur van Android, dan heb je onderin de Linux kernel. Android draait uiteindelijk op Linux. En vervolgens zie je aan beide kanten zien we een bepaalde runtime. In het geval van Java is het zo, dus bij Android heb je de Dalvik runtime. En aan de andere kant zien we de Mono runtime. En de Mono runtime is dus echt een aparte runtime waar de app in draait als het gaat om Xamarin Android.
Vervolgens hebben we aan de bovenkant hebben we de verschillende bindings. Aan de linkerkant zien we dus de .NET bindings. En aan de rechterkant zien we de bindings die dus Android uit zichzelf met zich meebrengt. En hier zie je ook een beetje waarom die app size beïnvloed wordt als het gaat om Xamarin. Er wordt namelijk heel simpelweg, er wordt bij iedere Xamarin Android app wordt er een versie van de mono runtime wordt er meegeshipped met de applicatie. Het is niet heel groot. Het is 700 KB tot een MB ongeveer groot. Maar dat betekent dus wel dat iedere app die je dus aan het installeren bent, ook al is het maar een hele simpele Hello World app, standaard al ruim een MB groot is. En dat is een beetje een van de trade-offs is als het gaat om Xamarin en app size. Hier in het midden zien we wel twee pijltjes staan. Dat heten de MCW en de ACW. Dat heten de zogenaamde mono callable wrappers. En de tweede is de Android callable wrappers. En dat komt er eigenlijk een beetje op neer dat beide werelden op die manier wel met elkaar kunnen praten. Omdat je anders niet die native performance krijgt. En op die manier zorgen ze dus beide frameworks ervoor dat ze wel met elkaar in sync zijn. Maar goed, wat ik dus zei, als het gaat om app size, dan zorgt de linkerkant er dus wel voor. Er komt dus wel een runtime met je app mee. Het is wel zo dat er een zogenaamde linker in place is. En wat die linker eigenlijk doet is, die gaat kijken van, hey, welke van de classes uit het mono runtime gebruik je nou echt? Die laat hij intact. En op het moment dat hij ziet van, hey, deze klasse uit de mono runtime die gebruik je helemaal niet, dan stript hij die eruit. En zo zorgt hij er in ieder geval wel voor dat de app size minimaal is. Maar er is altijd wel iets van bootstrap code nodig die ook gebruikt gaat worden binnen je app. Dus dan weet je dat alvast dat het daarmee te maken heeft. Is het handig om nu alvast de juiste toolskits te installeren? Als de vraag eigenlijk is van, wil je hiermee aan de slag gaan, dan kan dat. Ik heb deze presentatie heeft geen hands-on gedeelte. Maar mocht je er vragen over hebben over installatie of iets wil doen, dan kan dat. Ik geef deze presentatie ook wel eens in een dagworkshop vorm, ook voor studenten. Dus misschien kunnen we dat ook weer op touw brengen, mochten we hier een vervolg aan willen geven. En daar zitten echt hands-on labs in. En dan is het wel handig om de juiste tools te installeren. Want dat is wel belangrijk. De eerste keer dat je dit installeert, duurt het even omdat je de juiste vinkjes moet aanvinken. En nou, er zitten wat mits en maren aan. Maar daar ga ik nu niet verder op in. Wat ik wel wil gaan doen is een kleine demo geven van Xamarin Android. Daarmee ga ik uit deze presentatie. Hopelijk, als het goed is, zien jullie nou mijn desktop. En zien jullie Visual Studio 2019 voor Mac. En wat ik hier ga doen is, ik ga hier aan de rechterkant ga ik een nieuw project starten. Ik kies aan de linkerkant een app. En vervolgens, even dit bijpakken. Vervolgens kies ik hier een Android app. Je kan meerdere dingen met Android maken. Je kan ook een Wear app mee maken of zelfs OpenGL games. Gaan we vandaag niet doen. Dus dat is even handig om te weten. Goed, ik ga dus een gewone standaard hele basic Android app erbij pakken. En wat je dan krijgt is dit scherm. En ik ga even de app name, zeg ik Hello Lecture Android. Nou, maak er een. Ik ga er toch Hello Android, Hello Droid voor maken. Nou, prima, dan past het icoontje, daar past dan net de naam nog bij. Hierbij kan je selecteren van welke target je wil hebben, van welke API's van Android wil je ondersteunen, dus welke versies, hoe ver moet je teruggaan. Ik ga voor modern development, dat maakt op zich niet heel erg veel uit, maar dat is dan net iets sneller voor mij nu. En daarbij zie je dat die API 16 of hoger gebruikt. Vervolgens zet ik het even op mijn desktop neer. Dan kun je dat makkelijk terugvinden mocht ik iets speciaals doen. Git kan je eventueel selecteren. Hier staat een knopje Add an Automated UI Test Project. Daar ga ik nu niet op in, maar daar komen we straks op terug als het gaat om Xamarin Forms. Vervolgens klik ik Create. En hij zal dan Visual Studio zal nou het project aanmaken. En nu zien we voor ons Visual Studio met daarin een Android project.
Ik ga in eerste instantie ga ik even dit sample project ga ik beelden. En dat maakt voor jullie niet heel veel uit. Maar wat je hierin ziet is dat hij een zogenaamde main activity start die gelijk. Of die opent die gelijk. Voor de personen, die Android development herkennen of kennen. Die zullen erkennen dat Android werkt altijd met activities. En dat zien we hier ook terug. Behalve dat is dus een, als taal is dit C#. En dat is het verschil met als je het met native, of tenminste met native tools doet van Google. Dan is de taal dus of Java of Kotlin. Alleen dit is allemaal C#. Goeie vraag Sven, waar is je dark team? Ik wissel nog wel eens van team. Je kan binnen Visual Studio kan je gewoon kan je van team switchen. Alleen dark team heb ik eigenlijk op alles staan. Dus ook op mijn andere scherm heb ik alles dark team, behalve Visual Studio. Ik dacht misschien is het makkelijker voor jullie om dit te lezen. Maar ik switch nogal vaak heen en weer. Er zit gewoon in Visual Studio. Visual Studio Code werkt nog niet met Xamarin, maar dat komt later. En Visual Studio Code is bij default wel donker. Maar ja, goede vraag. Leuke vraag. Goed, ik zei het net al. Dit gaat dus echt over Android development. En daarom gaat het hier ook echt over activities. Het gaat over labels en over themes die van een app theme afkomen. En hier zie je dus ook een stukje Find View by ID. En dat zijn echt zaken die je dus standaard erbij krijgt als je Android development aan het doen bent. En dat is dus ook het voordeel. Je ziet hier aan de linkerkant zien we een aantal resources. Je hebt hier drawables, layouts, menus. Hieronder kan je bijvoorbeeld je afbeeldingen plaatsen. Android heeft een hele interessante manier van afbeeldingen. Zodat als je een high DPI device hebt, dan plaatst hij de afbeeldingen die hierin staan. En nou, zo verschilt dat per type afbeelding. Hier linksbovenin zie je nog iets over assets staan. En wat er wel interessant is dat op het moment dat je dit met, als je dus vanuit Xamarin dit werkt, krijg je automatisch hier de package reference erbij, die heet Xamarin Essentials. Zoals ik zo straks al zei, wat dat precies inhoudt, daar kom ik straks al terug bij het stukje Xamarin Forms. Maar weet dat by default krijg je dus automatisch Xamarin Essentials erbij geïnstalleerd. Omdat Xamarin eigenlijk heeft aangegeven van, hey, we vinden dit zo belangrijk dat dit erbij wordt geshipped. Dat krijg je gewoon van ons cadeau. Waar ik nu heel even op ga focussen is dat ik heel even het layout erbij pak. En daarna kijk naar, deze pas ik nog heel even aan. Hierbovenin zitten de zogenaamde virtuele devices. En wat ik hier heb staan is dat ik dus per API die beschikbaar is vanuit Android, heb ik een bepaald virtueel device enabled. En ik heb er al eentje draaien, dus die heb ik nu geselecteerd. Maar aan de linkerkant kies ik heel even de main content. We hebben hier een appje. En wat we hier zien is hoe die app er daadwerkelijk straks op een device uitziet. In het geval van Android heb je een zogenaamde view. En die view die zien we aan de linkerkant. En dat is de designer view. En aan de rechterkant zien we een zogenaamde XML file. En die XML file is hoe eigenlijk de app gecode wordt. Dus eigenlijk hoe de visual styles eruit zien. En dat is eigenlijk waar ik een soort, wat wil gaan typen. Om te kijken, om te laten zien van, hoe gaat Android development nou precies. Ik begin hier met een relative layout met daarbinnen een text view. Nou, je ziet al, op het moment dat ik hier aan het klikken ben, dan zie je een aantal dingen geselecteerd worden. Van deze relative layout wil ik even wat anders maken, want het zorgt ervoor dat het relatief wordt ten opzichte van de pagina. Maar omdat ik wat dingen bij elkaar wil slepen, om het zo te zeggen, maak ik hier wat anders van. Dus wat ik hiervan doe is een lineair layout. Je hebt gewoon een nette autocomplete. En je ziet direct aan de linkerkant zie je de changes plaatsvinden. En van die lineaire layout wil ik een orientation zetten. En de orientation, nee, niet de orientation. Even kijken. Wel? Ja, ver. Vertical. Wat dat wil zeggen is dat alle elementen die hierin staan verticaal onder elkaar gestekt gaan worden.
deze heb ik niet nodig, die wil ik niet. En wat je dan aan de rechterkant bijvoorbeeld ziet, is dus dat wij verschillende elementen hebben. Bijvoorbeeld buttons of text views. Ik zal deze even weghalen. En hier zie je dus form widgets. En wat ik dan wil hebben, in eerste instantie gewoon als voorbeeld, is een decimaal nummer. Nou, prima, deze die kan ik en in de XML slepen. En dat zie je dus hier. Maar ik wil er nog eentje en die kan ik dus ook in de view slepen. Dus op die manier kan je gewoon je look and feel helemaal in elkaar klikken of slepen zoals je dat zou willen. Ik wil hier nog iets tussen hebben, maar ik kan het ook gewoon typen in het geval van Android. En dat is een text view. Dit is allemaal goed. Match parent. En deze ook. En de. Nee, niet match parent. Dit moet zijn wrap content. Sorry. Zo. En dan de tekst is plusje. Zo. Nou ja, het ziet er nu niet echt heel mooi uit. Ik ben ook geen goede visual designer. Maar je ziet nou twee inputvelden: een plusje en nog iets. En wat ik nu wil doen is aan deze kant een button eronder zetten. Zo. En die tekst die zegt solve. Zo. En dan wil ik graag nog een text view eronder hebben. Ik kan dus ook hier typen. Kijk, dit neem ik even over. Zo. En die moet ik even een Android ID meegeven. /answer. Oké, het is niet de meest mooie manier van bouwen, maar het is, geeft jullie een beetje een beeld waar dit over gaat. En wat ik nu dus heb, is eigenlijk een hele simpele app met dus die native controls, met die native buttons, met ook een daadwerkelijke XML-file die dus gebruikt kan worden binnen Android. Want Android Development werkt met diezelfde XML-files. Dit is mijn Hello World appje, om even te laten zien wat er gaat gebeuren. Ik heb hier de simpelste demo van gemaakt en vergeef me van slechte code. Dat doe ik in het daadwerkelijke leven hierbuiten dan niet. Maar het geeft jullie een beetje een idee van hoe het eruit komt te zien. Dus wat ik nu ga doen is dat ik heb hier in deze context heb ik een aantal velden gemaakt. En die ga ik even hernoemen om terug te kunnen vinden in de code. Dus ik ga deze, die heet input 1. Dit is plusje, dit is input 2. En dit is solve button. En answer, die had ik al een goed ID gegeven. En deze ID's is dus hetgeen wat wij kunnen gebruiken in de code die hieraan vastgeknoopt zit. Dat is eigenlijk precies zoals het ook met Android development gaat. Behalve dat je dus nu C# hebt waar je het allemaal in kan ontwikkelen. Ik zit hier in de main activity. En de main activity heeft een zogenaamde onCreate. OnCreate dat heeft dan weer met Android specifieke zaken te maken. En dit wordt ook daadwerkelijk de activity die wordt gestart op het moment dat je bezig bent. En wat ik dan als eerste ga doen is een zogenaamde handler knopen aan mijn button. En dat doe je in Android door gebruik te maken van find view by ID. En ik wil graag de button daarvan vinden. En vervolgens komen we dus bij die resources uit. ID.button. Solve button had ik hem volgens mij genoemd. En wat er dan vindt is van oké, nu heb ik een referentie te pakken naar die button op Android. En daar wil ik nog even 2021 of 2100. Ik vulde achter die tekst. Sorry? Wat zei je? Ik hoorde iemand iets zeggen. Oké, misschien was dat even een per ongeluk tussendoor. In ieder geval, ik heb hier nu een button click handler gemaakt. En middels C# kan je op deze manier een handler eraan knopen. Je ziet hier dat nou een zogenaamde event handler eraan is geknoopt. Waarbij we dus die button click event kunnen afvangen. En wat ik dan nu even ga doen, is kijken van oké, wat was mijn input die ik hier aan heb gegeven? Dus var input 1 is, dan gaan we dus kijken naar het tekst. Wat was dat voor een type? De edit tekst, dat is het type waarvan ik het wil hebben. Resource.id.input 1.
Dat is de eerste. En van dat ding ga ik ook input 2 zoeken. En dit is het daadwerkelijke element. En wat ik hiermee wil doen, is ik ga, ik ga het casten naar een nummer. Want ik krijg hier nou het input element terug. Dus ik ga hier input 1 number is input 1.text. Zo, dan krijg je dus de input daadwerkelijk. En wat ik hier nog even voor moet zetten is een int parser om er daadwerkelijk een int van te maken. Nu weet ik, en dit is daarom niet goede code, er wordt hier niet nu gevalideerd of te kijken of die tekst daadwerkelijk een getal is. Daarvoor heb je try parse en dat soort mooie methods. Dat doe ik voor deze demo heel even niet. Maar wel even belangrijk om te zien dat het op deze manier dus de input opgehaald kan worden. En vervolgens wil ik dat dus weg gaan schrijven naar de output. En die had ik answer genoemd. Dus dan moet ik weer die erbij zoeken. En dat was weer een text view. Zo. En wat ik dan wil gaan zeggen is de output.text. Zet die op de input nummer 1. Plus input nummer 2. En dan moet dat toString, want uiteindelijk moet er dus een tekst worden gezet in dat veldje. Nou, niet de allermooiste code, geef ik absoluut toe. Maar dat geeft jullie in ieder geval een beetje een beeld van hoe Android development eruit ziet als het gaat om Xamarin. Wat ik nu ga doen is, ik ga hier bovenaan op de play-knop drukken. En dan is het natuurlijk even spannend om te kijken wat er gebeurt. In de tussentijd ga ik jullie heel even introduceren aan de Android emulator. En vertel ik jullie wat over emulatoren in zijn algemeenheid. Je ziet hier als het goed is nou mijn Android device, terwijl de applicatie aan het draaien is. Android maakt gebruik van een emulator. En wat dat eigenlijk wil zeggen, is dus dat het Android OS daadwerkelijk in zijn volledigheid draait binnen deze omgeving. Dat zien we dus ook. Dus we zien ook de Android app zoals die er daadwerkelijk uitziet. En dat is heel erg krachtig. Er is echt een verschil tussen een simulator, waarbij je eigenlijk de omgeving simuleert. En dat is wat er bij iOS gebeurt. En een emulator, waar daadwerkelijk het hele OS in een soort virtuele omgeving draait. Zorgt er ook voor dat de Android emulatoren vaak ontzettend groot in size zijn. Maar het stelt je wel weer in staat om echt beter te testen hoe je app behaved op het moment dat het op een fysiek device draait. Maar het is wel zo dat zelfs hoe goed de emulator ook is, het komt nowhere near daadwerkelijk testen op een fysiek device. Dus mijn message aan jullie zou zijn, test altijd op een fysiek device. Dat is even belangrijk. Goed, we hebben in ieder geval intussen de Android app staan. Omdat ik als number als textfield heb geselecteerd, krijg je nou een soort virtueel toetsenbord waar ik wat kan intypen. 50 plus 30. Nou, wie raadt wat hieruit gaat komen? Gaat het werken? Gaat het crashen? Ik zie hier een vraag, kan jij hem ook simuleren op andere Android versies met de andere UI, zoals de UI van Samsung of Huawei? Absoluut. Op het moment, ik kan het nu heel even denk ik niet hier laten zien. Kan ik dat wel laten zien? Nee, dit zijn alle andere versies. Kom ik zo meteen heel even bij je terug. Op het moment dat ik hier namelijk op solve druk, klik, komt hier ook 80. Nou, dat is mooi, dat hadden we verwacht. En het gave hiervan is ook dat je dus zaken als breakpoints kan je zetten. Dus als ik hier solve klik, dan komt hier ook een breakpoint uit. En kan je inspecten wat voor values hier zijn ingevoerd. Dus dit is eigenlijk een beetje zoals development gaat voor Xamarin Android. Met de kanttekening dus dat hij best wel, voor deze simpele app, die is al 1,5 MB groot. Terwijl je denkt van, hé, maar wat gebeurt er nou? Nou, eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar dat komt dus door die mono runtime die mee wordt geshipped. Om toch heel even snel terug te komen op die vraag rondom simulatoren. Staat hier bovenaan, bij tool staat er Device Manager. En als je deze opent, gaat hij even pruttelen. Duurt even, ik laat het even staan. Wat je hier in ieder geval echt zou kunnen installeren zijn dus die andere UI's van andere vendors, waar dat allemaal ondersteund wordt. Het is wel zo dat omdat dit de Google tooling is, dan zorgt het ervoor dat de native Android varianten wel het beste zijn ondersteund.
Ik weet niet waarom die nou even blijft laden. Maar normaal zou het hier dus tussen moeten staan. Ook zaken als watches. Je kan hier dus ook een virtuele watch maken. Maar dat kan je dus allemaal hier instellen. Oh kijk, daar staan ze. Hier de Pixel Pi, New Device. Kijk, hier kan je als base device kan je dus verschillende andere devices selecteren. Maar je kan ook die van Samsung downloaden van hunzelf en hierin importeren. Tweede vraag die Ziad stelt. Ook weer een goede vraag. En dat is namelijk, bestaat er in Xamarin iets als hot reload? Ja, dat bestaat er zeker. Maar niet voor Xamarin iOS en Xamarin Android. Dat bestaat er voor Xamarin Forms. Ik heb het niet in deze demo opgenomen. Maar ik heb het wel als afsluiter neergezet. Van als je sneller wil developen, dan is Xamarin hot reload zeker een mogelijkheid. Het stelt jou eigenlijk in staat om je emulator dus open te hebben staan, code changes te maken in je XML of in je code behind, en die daadwerkelijk die changes direct live te kunnen zien. En dat maakt het development vele malen sneller. Dus ja, goede vraag. Hopelijk geeft dit jullie een beetje een beeld over hoe je met Xamarin aan de slag kan gaan als het gaat om Xamarin Android. Maar ik wil nou even door naar het volgende stukje. En dan klik ik even goed. En dit gaat over Xamarin iOS. Nou, het zal jullie niet verbazen, maar dat is natuurlijk mijn favoriete OS. Ik heb een iPhone, dat heb ik al jaren. Ik heb zelfs de originele iPhone nog uit Amerika laten overkomen. Omdat ik zo fan was van het device. Dat hij toen hij nog niet in Nederland was, toen dacht ik van, ik wil hem gewoon hebben. En dat was heel erg gaaf en ik ben nog steeds heel erg blij mee. Maar je ziet het wel, de market share is 26% wereldwijd. En daarmee zijn ze een hele stabiele tweede. En die 26% die is al vrij stabiel, al een aantal jaar. Het is niet meer dat er Android heel veel happen uit die markt wegneemt. Maar zeker niet dat Apple heel veel aan het gainen is. Dus dat is wel even belangrijk om te weten. Dus hè, je hebt in ieder geval je app nou compatible gemaakt voor Android. Dat zorgt dan ook dat hij al in ieder geval compatible wordt voor iOS. Als je toch wil dat je app veel gebruikt gaat worden. Wat vooral heel erg interessant is. En daar zie je Apple heel erg veel op pushen. Is dat ze zeggen van ja, we hebben een heel erg gesloten ecosysteem. Maar er wordt heel erg goed op gevalideerd. En daarmee proberen ze de kwaliteit hoog te houden. Het brengt ook wel wat uitdagingen met zich mee, maar het is zeker een mooi OS om voor te ontwikkelen. Chris, goede vraag. Aangezien er veel versies van Android zijn, hoe test je snel voor alle verschillende versies of je code werkt? Het antwoord daarop is, koop alle devices en test daar allemaal op. Nee, dat is een grapje. Zeker niet doen. Op het einde, ik hoop dat ik eraan toe kom, dan heb ik daar echt een hele mooie oplossing voor. Waarbij je dus snel op heel veel van dat soort devices kan gaan testen. Mooi is dat ik dus nu heb over Apple iOS. Apple iOS die had dus altijd het mooie paradigma van, we hebben maar één screen size. We hebben iedereen die update automatisch naar de laatste versie. Maar tegenwoordig zie je dat ook al heel erg divers wordt bij Apple. Waarbij dit soort nieuwere devices, die hebben een zogenaamde notch bovenin waar je dan rekening mee moet houden. Voor Xamarin ontwikkel je ook voor iPads en die hebben natuurlijk een hele andere schermresolutie. De iPad Pro zijn er tegenwoordig uitgekomen. Dus dat is ook interessante uitdagingen. Nou, zal je niet verbazen, maar Xamarin iOS is ook gebaseerd op Mono, in eerste instantie op Mono Touch. Het verschil met Xamarin Android is dat je uiteindelijk wel een Mac nodig hebt. En daarmee ook een developer license. Xamarin heeft het wel mogelijk gemaakt dat je zelfs zonder app device kan je in ieder geval een emulator draaien. Waar gewoon het hele Apple iOS op draait. Zodat je dus zelfs zonder MacBook zonder macOS daadwerkelijk het kan draaien. Alleen vanwege de regels die Apple eigenlijk hanteert, zeggen ze van nee, je moet er wel voor zorgen dat de app gecompiled wordt op een hardware van ons om die maximale performance te halen. En dat is dus wel, ja, er zitten hier wel wat kosten aan als je dit echt wil doen. Dus ik zou zeggen, begin ook al als je zelf wilt testen, begin in ieder geval met Android, omdat het gewoon de meest lage instap is, ook om daadwerkelijk in je App Store te kunnen krijgen.
architectureel, als het gaat om Xamarin, ziet het er wel iets anders uit dan bij Android. Xamarin iOS does a full ahead of time compilation. En dat heeft eigenlijk met de Apple-regels te maken. Apple wil gewoon simpelweg niet dat je een tweede runtime naast hun eigen runtime neerzet. Vanwege die kwaliteit die ze dus willen waarborgen. Daarvoor doen zij dus een ahead of time compilation. En daarbij komt er een ARM binary uitlopen of uitrollen. En die is volledig gelijk aan hoe je, als je hem zou maken als je een native app zou ontwikkelen met de Apple tooling. Even kijken. Apple heeft recent zijn license functie veranderd. Toch vroeger was het makkelijker om zonder dev license toch je apps te signen. Ja, je hebt wel workarounds waarmee dat zou kunnen. Een goede vraag. Je hebt namelijk ook zoiets als een enterprise license, waarbij je dus bijvoorbeeld niet met een dev license je app kan signen. Maar ze hebben inderdaad dat helemaal moeilijk gemaakt. En daarmee eigenlijk wil Apple gewoon heel erg gefocust blijven op hun ecosysteem. Ik zou willen dat het wat makkelijker was. Zelfs om een app te draaien op een fysiek device als tester, kan je niet gewoon even dat enablen. Daarvoor heb je echt allemaal licenties nodig. Maar als het gaat om Xamarin iOS, is het dus wel goed om te weten dat daar dus echt een app uitkomt zonder die hele mono runtime. Maar dat maakt voor de ontwikkelaars niet uit, behalve dat, er dus, dat je dus kleinere app sizes hebt. Klik. En daarvoor ga ik nou een kleine demo laten zien. Gaan we weer terug naar Visual Studio. Nou, dit was de Hello Droid solution. Deze sluit ik nou even. Deze emulator heb ik nu even niet nodig. Wat ik nu ga doen is een nieuwe solution maken voor iOS. En dan maak ik even een simpele single view app. Hello iOS. En hier zie je dus onderaan dat je kan ontwikkelen voor iPad en iPhone. En welke target framework je wil hebben. Ook dit zet ik even op mijn desktop neer. En de rest is allemaal prima. Onder water wordt hier nou ook een iOS solution voor gerealiseerd. Die wordt nou opgestart. Waarom laat Microsoft Android applications niet AOT compileren? Dat heeft een stukje met historie te maken. Ze zijn er mee bezig, laat ik het zo zeggen. Het was alleen voor hun best wel wat werk om dat allemaal om te zetten. Maar ze zijn er mee bezig. Ik verwacht dat het er binnenkort aan gaat komen. Dus hou het in de gaten. Goeie vraag. Wat we nu hier zien is eigenlijk dezelfde omgeving binnen Visual Studio voor Mac. Dit draait dus ook gewoon binnen Visual Studio voor Windows. Maar wat we nu aan de linkerkant zien zijn echt iOS-specifieke zaken. iOS heeft namelijk zoiets wat heet storyboards. Dat heeft iets wat app delegates heten. En ze werken hier met zogenaamde exportfuncties. En je ziet hier ook bovenaan als het gaat om overerven. Ze erven over van zaken als UI responder. En ik weet niet of het voor jullie heel goed zichtbaar is, maar het erft dus over uit een klasse die uit de UI kit staan. En al die kits, zoals ze bij iOS leven, dat is daadwerkelijk één op één overgenomen hier bij Xamarin iOS. En dit is dus wat er onder water allemaal nodig is en wat er wordt gebruikt. En wat ik nu even ga doen, is hier het main storyboard openen. En het verschil met Android development is dat je eigenlijk de code behind die hierachter zit van storyboards niet ziet bij iOS. En dus eigenlijk het meeste als het gaat om formuliertjes maken, dat echt via de UI gaat. We zien hier een view controller. En het mooie hiervan is dat ik dus een text field kan pakken. Even hier bovenaan typen. Een text field, daar. En deze kan ik hier dus opslepen. En het mooie is dat de Apple tools die helpen je dus wel bijvoorbeeld met oké, waar wil je positioneren? Want dit is bijvoorbeeld het midden. En dit is de standaard een padding van iedere iOS applicatie die we hebben. En die kan je dus ook wat breder maken. Je kan hier een label bijvoorbeeld onder hangen. En hier zie je dus die mooie alignment. Een plusje. Ja. En op deze manier kan je er dus voor zorgen dat je een hele mooie, hopelijk mooier dan dat ik hem nu kan maken, een look and feel kan creëren. Die dus echt native is zoals die bedoeld is volgens iOS. Wat je nu zag is dat ik dubbelklikte hier op deze button.
En hij springt gelijk naar de code behind. Wat dus eigenlijk wil zeggen, hè, hetgeen wat ik net helemaal in Android moest uittypen. Van, hey, ik had hier een knop waar ik op moest drukken. Dat gaat bij iOS net iets makkelijker. En wat ik dan kan doen, is zorgen dat deze tekst die hier staat, bovenin. Die wil ik graag input 1, neem ik hem maar eventjes, geef ik als ID mee. Maar hier onderaan wil ik zeggen van het keyboard type. Type keyboard wat je krijgt, graag alleen maar een decimal pad. Dus ik wil alleen maar de keyboard zien van decimalen. Ik ga in deze demo vanwege de tijd, ik zie dat ik nog een half uurtje heb, ga ik daar niet helemaal uitwerken. Maar je kan ook hier, zoals je zou verwachten, kan ik hier een mooie breakpoint zetten. En wat ik nu ga doen is deze ga ik starten. En wat er dan gebeurt is dat hij op de simulator van dit OS gaat draaien. Dus je ziet hier, hij wordt hier geïnstalleerd. De app gaat nou starten. Je hebt hier bovenin, en daar zie je dus die padding van die notch bovenin. Ja, je ziet nou dat hij zit er best wel strak tegen de bovenkant. Maar hier, als ik hierop klik en ik zet even mijn keyboard aan. En dat is dus het verschil tussen de emulator en de simulator van Android en iOS. Want ik wil wel het software keyboard zien. En hier zien we dus het software keyboard waarbij we zeggen van nou, ik wil graag getalletje 24 bewijzen van hebben. En met dezelfde code die we dus net hadden geschreven voor Android, kan ik dus ook nu die berekening uitvoeren. En dan heb je dus één gedeelde C-sharp code waar uiteindelijk de code wordt gerund. Ik druk hier op de knop en hij zegt vervolgens crash. Could not connect to the debugger. En dat komt dus omdat hij een not implemented. Hij is gewoon niet geïmplementeerd. Dus hij gooit gewoon een exception in dit geval. Alleen hier zien we dus wel dat deze simulator echt best wel mooi is. Er zitten hier best wel wat functionaliteiten in die heel erg nuttig zijn. Maar het is gewoon niet zo goed als die van Android. Maar om je app in eerste instantie te testen, is dit een prima mogelijkheid. Dit is een beetje hoe iOS development gaat volgens Xamarin. Als je iOS development al hebt gedaan, zul je heel veel dingen herkennen van hey, dit herken ik gewoon uit de Xcode bijvoorbeeld, behalve dat er dus nu een C-sharp sausje overheen zit. Dus dat is eigenlijk het grootste verschil. En je hebt dus gewoon je emulator ter beschikking, mocht je zelf niet een device hebben om mee te testen. Gaan we door naar de presentatie, of terug naar de presentatie. En dan komen we eigenlijk uit op Xamarin Forms. En daarmee zien we wat ik net heb laten zien. Is dat we de UI, die hebben we helemaal gemaakt zoals de tools bedoeld zijn, om maar zo te zeggen. Dus we hebben Xamarin Native, je maakt je hele iOS UI, je maakt je hele Android UI. Maar dat stukje logica van die rekenmachine, die kan je eventueel in gedeelde klassen stoppen. En die uiteindelijk, dat een berekening wordt gedaan, dat wordt dan in die C-sharp code gedaan. Maar vervolgens wordt dat uiteindelijk weer getoond in de native code van iOS of van Android. Nou, eigenlijk is dat een beetje raar. Want jij zegt van, hey, maar Xamarin, jullie maken zo'n grote belofte om native zo makkelijk mogelijk te maken. Dus waarom zouden we dan niet ook de UI hierin native kunnen maken? En dat is uiteindelijk ook gebeurd met Xamarin Forms, waarbij we ook een stukje C-sharp UI daadwerkelijk gedeeld maken. Xamarin Forms noemden ze eerder in het begin, toen het eigenlijk een soort proof of concept was, noemden ze dat eigenlijk altijd Xamarin Duplo. Want ze deden van ja, je kan wat blokjes bij elkaar maken, maar eigenlijk willen we dit niet. Alleen Xamarin Forms was zo erg geadopteerd door de community. Iedereen vond het zo gaaf dat ze zeiden van oké, daar gaan we heel veel tijd en effort in stoppen om dat verder te realiseren. En dat is ook waar ontzettend veel innovatie op dit moment plaatsvindt. We zien dat dan ook dat je uiteindelijk dit er een beetje uit krijgt. Je hebt 99,9% code share. En je hoeft nog maar 0,1% OS specifiek te doen. En zelfs die 0,1% die is een beetje sneaky. Ik zal jullie zo meteen laten zien waarom dat zo is. Maar het is dus wel zo dat je eigenlijk zelfs je UI hoef je dus niet meer in de platformspecifieke code te stoppen. Dus in Xamarin Forms heb je het ook niet meer over activities. Je hebt het niet meer over UI controllers. Maar je hebt het gewoon over een generiek componentje wat uiteindelijk gecompileerd wordt naar een native stukje code. Daarvan kan je gebruik maken van zaken als pages. Dat zijn generieke containers waar elementen in gestopt kunnen worden.
Je kan daar gebruik maken van zogenaamde layouts. Je hebt bijvoorbeeld een standaard pagina met daarbinnen een stack layout. En daarbinnen heb je dan ook weer controls. En die controls die zorgen ervoor dat je bijvoorbeeld een button kan realiseren. Alleen de kracht van Xamarin Forms zit er wel in dat ze zeggen van je hebt native UI, zelfs al is het gedeeld. Dus bijvoorbeeld aan de linkerkant zien wij hier in iOS heet iets een UI Activity Indicator. En aan de rechterkant heet dat in Android-land een Progress Bar. Uiteindelijk zegt Xamarin Forms van oké, als wij een Activity Indicator creëren, dan compileert dat dus automatisch naar die twee native componenten die we uiteindelijk op de OS'en gebruiken. En zo zie je dat ook bijvoorbeeld terug, dat als jij een button definieert in Xamarin Forms, dan zal dat dus de native button worden in iOS en ook de native button in Android, zodat je daar dus geen los in hebt als het gaat om look and feel en performance. Dus het is een extra laagje abstractie wat er bovenop zit, maar ontzettend tof om gebruik van te maken, want dat zet je als developer namelijk het nog makkelijker om die look and feel in elkaar te zetten en nog sneller die app te realiseren. Xamarin Forms werkt met een zogenaamde architectuurpattern dat heet MVVM, Model View View Model, waarbij de view wordt gedefinieerd in XML of XAML. Ik weet even niet waar die afkorting voor staat, maar het is in ieder geval een XAML taaltje, waarbij de bindings gebruikt kunnen maken van een view model. Voor de mensen die architectuurlijke patterns kennen, die kennen MVVM vast wel. Ik laat het in deze demo niet zien. Alleen het belangrijkste hiervan is dat je gebruik maakt van zogenaamde bindings. Waarbij we zeggen van je hebt een ontkoppeling van de view en het view model wat erachter zit. Het view model laat daadwerkelijk zien wat de state is van je applicatie. En de view is alleen maar een soort container wat dus de weergave is naar de app toe. En dat is dus wel handig om te weten als jij mooie apps wil ontwikkelen. Ik zei zo straks al van waar Xamarin Forms echt begon als zijnde Xamarin Duplo, waarbij je eigenlijk alleen maar buttons kon creëren en ook wat simpele zaken kon doen. Dus simpele formuliertjes, daarom heet het ook Xamarin Forms. Zie je de community enorm heeft geüplift, waarbij zelfs best wel gave mooie applicaties draaien. Zoals met animaties zelfs aan de linkerkant te zien, met mooie kleurtjes, met gradients, met zaken als ronde corners. En dit wordt dan ook, je krijgt wel dus die native performance zoals de OS aanbieden. Alleen een native look and feel verlies je dan natuurlijk, maar dat is een hele bewuste keuze. En op deze manier ziet het er dus wel hetzelfde uit over beide OS'en. Vraagje van Glenn. .NET 5 release eind dit jaar zal alle .NET functies samengooien in één framework. Maakt dit het dan handiger om zowel apps voor Android als iOS te maken? Of zal dit extra problemen met zich meebrengen? Goeie vraag. En goed dat je weet inderdaad dat .NET in november .NET 5 uit gaat komen. En daarmee alles op één hoop gaat gooien. Daarbij zul je zien dat uiteindelijk... vooral dit stukje, de Xamarin Forms, dat wordt nog meer geadopteerd door .NET. En daarmee zeggen ze dus eigenlijk van datgene wat ik in het begin vertelde rondom een los Android en los iOS maken, doe dat niet, tenzij je een hele specifieke use case hebt om dat wel te kunnen doen, maar ga vooral verder met Xamarin Forms. Dus wat ik nu ga laten zien is juist waar wij Microsoft ook heel erg aandikt of aangeeft van daar willen we op inzetten. Daar willen we in groeien en dat is ook uiteindelijk waar .NET 5 heen zal gaan. Dus ja, dat is wel interessant. En ik wilde nog, ik zei dat zo straks al over Xamarin Essentials. Xamarin Essentials wordt dus meegeshipt met Xamarin Android en in Xamarin iOS. Maar vanzelfsprekend ook met Xamarin Forms. En waar dat eigenlijk een beetje over gaat, is dat iedere OS, dus Android en iOS, die hebben een eigen manier om te gaan met OS-specifieke zaken. Dus bijvoorbeeld het sturen van een sms'je, het info opvragen van de batterij, je preferences, dus je eigenschappen of je instellingen, sorry. Dat is een beetje wat daar allemaal onder valt. En dat wordt allemaal geabstraheerd door Xamarin Essentials. En dat is een hele makkelijke, lichtgewicht methode om daadwerkelijk ook iets te kunnen dus te praten tegen dat OS. Maar hier zit een soort overlap in met het laatste stukje. Dus ik ga eerst een klein stukje van het laatste stukje vertellen, zodat de demo in één keer vloeiend gaat lopen.
Dus heel even geduld met de demo over Xamarin Forms en Xamarin Essentials, maar dit is eigenlijk de core van Xamarin hele dag. Want het laatste stukje waar ik het eigenlijk over wilde gaan hebben, gaat over het testen en deployen. Maar dat is straks ook al een vraag die terug was gekomen. En ja, testen is natuurlijk super belangrijk. En ja, voor de meesten hopelijk wellicht bekend. Dit is de testdriehoek van MyCone, waarbij we zeggen van oké, je hebt UI-testen, daar wil je een aantal van testen. Vooral als het gaat om mobile devices en het Android-spectrum. Je hebt servicelaag testen, daar heb je er wat minder van. Maar je hebt ook unit testen. En hopelijk is iedereen braaf lekker aan het unit testen. Dat doen we natuurlijk allemaal. Daarom ga ik het daar nu niet over hebben. Maar ik ga wel even wat UI testen zo meteen laten zien. En ja, daar kom ik dus nu op terug. Dus ik ga nu Xamarin Forms, Xamarin Essentials en UI testen laten zien. Even dit er mooi goed bij pakken. Wat ik hier in Visual Studio ga doen, is zeg multiplatform app ga ik maken. En hier zien we ook bovenin Xamarin Forms staan. En dat is ook daadwerkelijk wat ik wil gaan maken. Gewoon een simpele Xamarin Forms app. Dus ik ga hier next drukken. Ik zeg hier hello forms. Target platforms Android en iOS. Selecteer ik beide. Ik zet hier add an automated UI test project zet ik hierbij aan. En ik create hier nu de Xamarin Forms applicatie. Ja, Visual Studio is even aan pruttelen. En wat we dus nu aan de linkerkant zien, is dat wij zogenaamde heads hebben gecreëerd. Je hebt hier een head voor Android, een head voor iOS en wat UI testen. En wat een head eigenlijk zegt, is dat hier die 0,1% specifieke code terecht gaat komen, die dus alleen maar voor Android van belang is. En aan de bovenkant hebben we de generieke code. En dit is uiteindelijk waar Forms heel erg krachtig in is. Want je hoeft niks meer in deze Android, of heel weinig hoef je nog maar in Android of iOS te stoppen. En je wil zoveel mogelijk in die code hierboven plaatsen. Deze Android die zet ik weer even op 28, want dat is de emulator die ik heb draaien. Vervolgens hebben we hier een app.xaml, dat zijn de resources en ook de code behind die hierbij hoort. Dus hier hebben we die events die, je bijvoorbeeld, die ik net ook liet zien in de app delegate van iOS. Onstart, onsleep, onresume, dan zou je daar gebruik van kunnen maken. Sander, wat zijn voorbeelden van OS-specifiek gedaan zou moeten worden? Goeie vraag. Zo weinig mogelijk eigenlijk. Maar denk er bijvoorbeeld aan dat zaken als afbeeldingen, die kan je hier in je juiste assets folder stoppen. Maar ook als je hele specifieke componenten hebt, die bijvoorbeeld wel op Android available zijn, maar niet op iOS. Die zal Xamarin Forms dan ook niet verder geabstraheerd hebben. Ik kan nu even niet zo snel verzinnen wat dat zou moeten zijn. Maar weet dat je in ieder geval de mogelijkheid hebt om het dus daaraan specifiek toe te voegen. En wat ik dan heel even wil laten zien is dat wij hebben hier een main page. En dit is mijn applicatie. Daar staat hier nou alleen maar Welcome to Xamarin Forms. En net zoals eerder kan je hier dus een split view open hebben. En je ziet hier een gegenereerde split view die dus voor Android draait. Alleen deze die tekent de componenten eigenlijk. En hier zie je dus ook Welcome to Xamarin Forms. En zo ziet dat er dan op Android uit. En hier kan je dus ook makkelijk switchen naar iOS. Omwille van de tijd ga ik heel even spieken hoe ik dit eerder had bedacht. Even kijken, want anders ga ik het niet redden in mijn tijd. En dat is namelijk dat ik hier binnen een stack layout ga neerzetten. En dat paste ik hier dan even in. En je ziet, ik heb hier nu nog een keer dezelfde stack layout gemaakt zoals ik net eigenlijk bij mijn Android demo heb gemaakt. En wat je hier ziet is dat we dus een zogenaamde entry hebben om input te leveren. Een plusje, en nog een entry om de tweede in te voeren. En een zogenaamde button click event. En de output. En wat hier dan aan de linkerkant gebeurt is dat wij een zogenaamde code behind hebben. En die code behind, dat zou je normaal zou je dat met MVVM moeten binden met elkaar. Alleen, dat heb ik nu even niet. En wat ik dan hier even nu in plaats, is dit stukje code. En dat is eigenlijk dus mijn event handler die hier afgaat. Omwille van de tijd ga ik hier iets sneller doorheen.
En wat ik namelijk hieronder doe, is ook dat Seven Essentials toevoeg. En dat is namelijk hier, using Xamarin Essentials, dan kan ik dus een sms'je gaan sturen. Dat heeft nu natuurlijk helemaal geen zin. Alleen wel leuk, leuk voor de demo. Dus wat ik nu ga doen, is deze app die ga ik draaien in mijn emulator. En dan pak ik even mijn emulator terug. En dan moeten jullie er even vanuit gaan dat ik daadwerkelijk ook dit draaiend krijg op Xamarin iOS. Waarbij je dus echt in één keer die native look and feel krijgt van Xamarin iOS. Nou, in de tussentijd dat dit even aan het draaien is, zal ik jullie ook alvast wat vertellen over het testen. Het testen dat gebeurt via UI testen. En wat je dan kan doen is via de zogenaamde REPL. REPL staat voor Read Evil Print Loop. Kan jij namelijk programmatisch dus op de knoppen gaan drukken. En dat kan je natuurlijk dan hergebruiken om zaken te testen. En waar, wat Xamarin dan ook biedt, is dat, dat ze een dienst hebben waar jij je APK kan uploaden. En dat die testen dus draaien, waar je testen dus draaien op alle devices. En zo kan je dus, hoef je niet 100 van die Android devices te kopen, want in principe hebben ze die allemaal aangeschaft en die staan in de cloud. En dan kan je dus die testvraag van zo straks, dat draait dus allemaal binnen testcloud. En zo hoef je dus niet al die devices te kopen. Vraag, is het mogelijk om een knop in Forms te maken, maar de code behind van de knop op Android en iOS apart te maken? Ja, absoluut. Dat heet de zogenaamde dependency injection methode. Ga ik nu even niet in vanwege de tijd, maar het is helemaal mogelijk. Dus op die manier kan je dus een hele specifieke knop maken. Wat ik nu even hier ga doen, is hier twee getalletjes intypen. Ik druk hier op solve. Je ziet hier nou een breakpoint komen. Het answer wat eruit gaat komen is 7. Normaal zou ik dat dan in die output laten zien hieronder. Maar omdat ik dus nu gelijk doorga naar een SMS message, zal deze zometeen doorgaan. En als ik dan terugga naar deze app, zien we ook dat hij nu dus een SMS bericht aan het opstellen is naar het telefoonnummer wat ik hierboven heb gedrukt. Met het berichtje wat dus uiteindelijk het antwoord is van de rekenmachine. En hier zie je dus ook dat het dus super makkelijk is geworden om een sms te creëren. Maar zo kan je dus ook op deze manier vrij makkelijk dingen als GPS, dingen als batterijinformatie, die kan je allemaal uitvragen. Dus dat is wel heel erg makkelijk. Maar hier zie je dus ook de limitaties van iOS. Als ik hier... als ik hier iOS zou draaien, dan kan dat dan weer niet. Want iOS die zegt zo van, hé, maar dit device kan helemaal geen sms'jes aan. En dat klopt ook, want dat is het verschil met de simulator. Dus daar loop je dan tegenaan op het moment dat jij iOS aan het ontwikkelen bent. De vraag is, zit er ook WhatsApp in? Dat kan. In principe kan je alles hierop installeren. Dus dat. Tweede vraag is, als we dit nu zouden runnen in iOS, heeft het wel de look and feel van een iOS-applicatie? Ja, dan ga ik het toch heel even snel laten zien. Deze die switch ik nou naar iOS. Dus ik zeg hier, set a startup project. Dan gaat hij ook daadwerkelijk wisselen naar iOS. Als alles meewerkt, ja. Als ik hier nou plusje druk, en ik pak mijn simulator er weer bij. Dan gaat hij dat nou, als het goed is, gaat hij dit nou runnen. Kijk, dan komt hij al. Nou, hier zien we dat hij daadwerkelijk de buttons en de inputvelden heeft van iOS. Hier zie je nog wel dat hij dus de strakke styling tegen de rand aan heeft. Dus dat is wel even belangrijk. Alleen als ik dus nu hier op die solve knop druk, dan krijg je dus dezelfde code behind en vervolgens klapt hij eruit. Op het moment dat ik die sms probeer aan te roepen. Want hier staat hier ook Xamarin Essentials feature not supported. En hier zie je dus de limitaties van het van Xamarin, van de simulator van iOS. Ja, je zag het net al, het is in ieder geval wel de native look and feel. Je kan hier best wel wat mooier in tweaken, maar je krijgt dus wel de kracht van de nativeheid. Alleen wat ik eigenlijk wilde laten zien is als ik deze dit even aanpas en ik ga aan de rechterkant naar unit tests. Dan zien we hier aan de rechterkant zien we Hello Forms UI test.
En dat komt namelijk omdat wij hier een zogenaamde Welcome Touch Display optie hebben. En ik wil graag deze even beelden. En wat hij dus hier doet, is gaat kijken van, hey, kijk of er bepaalde elementen op het beeld aanwezig zijn. Om daadwerkelijk te kunnen valideren of dat de app op het OS dus goed eruit ziet. Vooral als het gaat om Android development, waarbij je heel veel schermresoluties hebt en heel veel devices moeten supporten. Dus wat je hier kan doen is UI test, test Android, welcome text is displayed. Nou, daar ga ik een beetje in pielen. Door te zeggen app.wrapple. En dat was hetgeen wat ik net ook zei. Van ik wil graag de read eval print loop erbij pakken. Zodat ik daadwerkelijk op een knop kan drukken. Nou, en dan, nu gaat hij als het goed is de emulator weer erbij pakken. De app wordt geïnstalleerd op het device. Als het werkt, deployment completed. Ja, oe, gelukkig. Oké, mooi. Nou, hier zien we de app. En als het goed is, op het moment dat de unit test verder draait, krijg ik nou een zogenaamde REPL erbij. En wat ik hiermee kan doen, als ik deze even wat inzoom, dan kan ik programmatisch tegen dit ding aanpraten. En ik kan ook kijken door bijvoorbeeld tree in te typen, door te kijken van oké, dit zijn alle elementen die in beeld zijn, waar je iets mee kan. En wat je dan bijvoorbeeld kan doen, is zeggen van app.enterText. En dat zeg ik van lambda-expressie, x.marked. En dan zeg ik, oké, een van die namen die daarboven staat. Bijvoorbeeld, dat heet dan no resource entry 1. Dit kan je allemaal makkelijker maken en zo natuurlijk. Dit, en daar wil ik graag het getal 1, 2, 3 in hebben staan. En that's it. Ja. Je ziet nou dat hij het element heeft gevonden. Alleen, er gaat iets mis, helaas. Timed out, waiting for keyboard to be shown. Oh, dat heeft met de simulator te maken. Dat is een beetje jammer. Maar wat ik bijvoorbeeld zou kunnen doen, is hier app.tab. Dus ik wil graag drukken op de button die is gemarkt met de tekst solve. En dan gaat hij dus op die solve knop drukken. Nou, die solve knop die gaat nu stuk. Dat heeft ermee te maken dat de twee velden daarvoor leeg waren. Maar zo kan je dus je iOS applicatie testen. Of je applicaties testen. Ik zeg nou copy en ik exit uit dit ding. En dan komt hij weer terug in die unit test. En wat ik door die copy stap heb gedaan, heb ik nou onder mijn paste knop zit dus de tab functie die ik net heb uitgevoerd. En hier kan je dus je hele test uitschrijven en die dus ook runnen in de cloud. Is het ook mogelijk om een ADB shell Android met de emulator te koppelen? Ja, dat is allemaal mogelijk. Absoluut, absoluut. Oké, het laatste stukje. Ik weet dat ik een beetje snel doorheen ging. Maar omwille van de tijd, ik kan hier nog veel dieper over ingaan, dus dat komt een andere keer. Visual Studio App Center is een dienst, een clouddienst, waar je dus al je apps in kan draaien. En zoals ik net al zei, ook hier kan je gebruik maken van Test Cloud. Zij hebben al die hardware aangekocht, dus jij hoeft het zelf niet meer te doen. Maar je kan dus wel al je devices, kan je app testen om te kijken of dat alles goed werkt. Over verschillende OS'en of verschillende schermresoluties. Hier zit wel een prijskaartje aan. Maar als jij echt de big next app aan het ontwikkelen bent, dan valt het allemaal mee. Er is ook nog zoiets dat heet Azure DevOps. Dat zorgt voor pipelines. Maar wat App Center nog meer heeft, is bijvoorbeeld crash reporting, gebruikers usage en dat soort zaken. De pagina die ik hier aan link, die zorgt er eigenlijk voor dat je een duidelijk overzicht geeft van wat de verschillen zijn van beide. Maar beide hebben in ieder geval een pipeline om uiteindelijk ook je app automatisch te publishen naar de stores. Maar er zitten echt wel verschillen tussen Azure DevOps en App Center. Dus dat is wel even belangrijk om dat te weten. Wat laatste dingen wat even aardig is om in de gaten te houden, is dat je veel meer kan ontwikkelen met Xamarin. Je kan zelfs ontwikkelen voor het Tizen OS. Dus Xamarin Forms, dat draait gewoon op je televisie. Zelfs ook op smartwatches, maar ook macOS en Apple TV. Ook daar kan je allemaal Xamarin opdraaien. En daar zie je dat gewoon Microsoft echt hard bezig is met alles naar .NET te krijgen. En een van de laatste devices, mocht iemand hem hebben, wat ook supported is, dus zelfs de Microsoft Surface Duo. Het device wat Microsoft volgens mij afgelopen winter ergens heeft aangekondigd. Waarmee ze zelfs met twee schermen draaien.
Volgens mij draait hier een variant van Android op, maar ze hebben nu dus emulatoren beschikbaar gesteld waarmee je dus ook op meer devices kan, of meerdere schermen aan kan. Hier ga ik niet heel veel op in, maar er zijn echt veel meer wat er in Xamarin Forms zit, onder andere CSS support. Dus dat is ook super gaaf. Hier werd al eerder een vraag over gesteld, Xamarin Hot Reload en Xamarin Hot Restart. Dat zijn dus alle twee die zaken voor nog snellere appontwikkelingen. Waarmee je dus gewoon je emulator kan laten draaien, maar code changes kan doen. En uiteindelijk ook die changes direct live te zien, zonder dat je dus een hele recompile nodig hebt, wat nogal traag is. Mochten jullie nog meer willen weten, voel je vrij om contact op te nemen met mij. Vorige week was er toevallig een focus op Xamarin event bij .NET.conf. Daar worden nog meer onderwerpen rondom deze technologie uitgediept. Die sessies staan allemaal online. Maar dat is natuurlijk super gaaf om ook mee. Mocht je nog verder willen weten, dan hebben ze hele toffe sessies. Binnenkort komt Microsoft Build. Dat was eerst een conferentie in Amerika, maar die conferentie hebben ze online gemaakt. Tijdens de Build-conferentie zullen ze zeker wat announcements doen binnenkort rondom Xamarin. Maar zoals net al werd gezegd, eind dit jaar in november komt daar komen er nog meer dingen bij. Dus houd dat vooral in de gaten. Als laatste had ik jullie al gezegd dat we een kleine quiz doen op het einde. Ik wil dat graag met Kahoot doen. Ik denk dat de meesten dat wel kennen. Ga naar de volgende website, kahoot.it. In de tussentijd zorg ik dat dit eventjes klaar komt te staan. Most live. En dan zeg ik classic. Ja, geweldige muziek. Als het goed is, kijk, als het goed is kunnen jullie dit nou zien. Dus ik wil jullie uitnodigen om naar deze Kahoot te gaan. En dan zometeen, gaat al hard, 19, heel goed, heel goed. Volgens mij hebben jullie het vaker gedaan, mooi om te zien. Kijk, al die namen die komen nou in beeld. Alles voor het aapje, hè? Heel goed. Nou, mooi om te zien dat jullie allemaal zo snel reageren en ook zo actief zijn gebleven. Ik was al bang dat de helft in slaap was gevallen, maar volgens mij valt dat allemaal mee. Nou, volgens mij zijn we er bijna. Spannend natuurlijk. Er zijn een aantal vragen die vooral waar we benieuwd zijn hoe goed jullie hebben opgelet. Ze zijn niet heel moeilijk, maar ik ben wel benieuwd wat er zo meteen uit gaat komen. Het is handig, mocht je zo meteen winnen, dat je wel even dat je eigen naam hebt gebruikt. Maar volgens mij zie ik de meeste mensen die een eigen naam hebben gebruikt. Dus daar kunnen we dan wat mee. Oké, het zijn 8 vragen. Ze duren allemaal 10 seconden per stuk. Niet heel erg lang, maar eentje die is wat langer. Die duurt 20 seconden. Maar volgens mij gaan we beginnen. Dus 3, 2, 1, go. Dus laten we maar eens beginnen. Ik ben benieuwd waar jullie mee komen. Eerste vraag. Het meest gebruikte OS voor de mobiele telefoon wereldwijd is... jullie hebben dit echt vaker gedaan. Dus echt reeds snel. Hartstikke goed. Één persoon had iOS, maar de rest heeft Android. En dat was wel duidelijk volgens mij. Het is ook inderdaad Android wereldwijd supergroot. Jacco van den B staat bovenaan. Alles voor een aapje. Heel goed. Volgende vraag. Wanneer werd Xamarin opgekocht door Microsoft? En dit is een jaartal. Ben benieuwd. Het goede antwoord was 2016. Jullie zijn een beetje verspreid hierin. Dus degene met 23 personen hadden dit goed. Dat was ook het jaar dat het geopen sourced was. Stijn Rutte, die staat bovenaan. Gefeliciteerd, tot nu toe. Volgende vraag. De architectuur van Xamarin Android is... Dat zijn 4 verschillende architectuurpatterns. En dit is dus anders dan bij iOS. Oh, netjes, jullie hebben goed opgelet. Het is inderdaad JIT, Just-in-Time Compilation. Dus netjes, goed gedaan. De meeste mensen die hebben dat goed. De iOS is dat anders, dat is Ahead of Time. Sander, DW en Streak en Stijn staan nog steeds bovenaan. Lekker. Volgende vraag. Hoe heet de Xamarin Forms intern? Dus wat was de eerste
naam van Xamarin Forms? Bam. Duplo. Nou, mooi. Jullie zijn echt heel scherp. Het heette dus eerst Duplo. Dat was de CEO van Xamarin, was helemaal niet blij eerst met Duplo. Alleen uiteindelijk is dat dus doorgeëvalueerd naar de laatste versie van Xamarin Forms die we nu hebben. Oh, Stijn gaat hard. Heel goed. Heel goed. Volgende vraag. Waar staat REPL voor? Dit is een vraag van 20 seconden, want het heeft waarschijnlijk iets meer leestijd nodig. Oeh, de meesten hadden het goed. De Read Eval Print Loop. Het was een lastige vraag. Maar uiteindelijk gebruik je dus die REPL. Dat was dat command line wat ik gebruikte om die test te starten. In principe heeft iedere programmeertaal heeft een variant van een REPL. En je gebruikt hem niet heel erg veel. Maar in het geval van testen is het wel makkelijk, want je test tegen die live omgevingen. Oeh, Stijn, jammer. Harm gaat je voorbij. Next, vraag 6. Voor welk device kan je niet ontwikkelen met Xamarin? Ah, de meeste hadden het goed. Het is inderdaad de HoloLens. Met HoloLens ontwikkel je wel een C#, maar dat is niet specifiek Xamarin. De andere dingen waren dat wel. Android Wear, macOS en zelfs Tizen. Dus ook daar weer goed opgelet. Gaaf om te zien. Scoreboard nu is. Nou, Harm staat er nog steeds. Nice, nice. Vraag 7. Testen. Gaat het beste op een? Nou, de meeste mensen hadden het goed. Dit is een beetje een instinker. De mensen die zeiden emulator, dat is de beste virtuele manier om te testen. Maar je wil altijd testen op een fysiek device. Het nadeel van zelfs de emulator is dat ze een aantal dingen gewoon niet goed doen. En je hebt altijd een fysiek device nodig. Dus ja, dat is wel echt het allergrootste advies wat ik wil meenemen. Test op een fysiek device. Stijn Rutte is weer terug. Netjes. En nou de laatste vraag. Op basis van welke architectuurpattern werkt Xamarin Forms? Dus welke van deze 4 architectuurpatterns wordt bij Xamarin Forms? MVVM. Oeh, jullie zaten, heel veel die hadden nog MVC, Model View Controller. Dat is niet het geval. Het is echt MVVM, Model View View Model. Ik heb het helaas niet in de demo ook terug laten komen, maar het zat wel in de presentatie. Xamarin Forms werkt met zogenaamde data bindings. En dat wordt gebind aan een view model. En daarom is MVVM het juiste antwoord. Nou, het podium. Eens even kijken. Harm, derde geworden. Raoul, netjes tweede. En uiteindelijk denk ik wie de winnaar is. Stijn Rutte. Gefeliciteerd. Top. Hier maak ik even een kleine screenshot van. En dan hebben we dat onthouden. Ik zal in contact met je komen voor dit schattige leuke aapje. Die komt jouw kant op. Daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van de presentatie. Ik pak nog heel even deze erbij. Nou, mochten er nog vragen zijn, stel ze in de chat. Ik blijf nog even hangen. Ik wil nog heel even snel het woord geven aan Lammert. Ja, dankjewel voor je fantastische verhaal. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid vandaag. En voor het stellen van de gave vragen die jullie hebben gedaan. Er zijn nog komende lockdown lekjes, zoals je ook op deze scherm deze presentatie ziet staan. Dus daar kunnen jullie op aanmelden. En misschien goed om aan te geven dat je allemaal een persoonlijke mail ontvangt. Waarin je ook een e-mail in zal zitten. Dus als je je nog niet had aangemeld voor dit event, kan je dat alsnog doen. Het event@infosupport.com en op die manier voor te zorgen dat je echt de e-mail moet hebben. Dus ik wil jullie echt hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. Het is samen met het ding, ja. Dank. En mocht er nog vragen zijn, Marco is nog even in hier aanwezig om jullie vragen te beantwoorden. Toch, Marco? Yes. Ja, ik blijf nog wel even hangen. Ik zie genoeg bedankjes voorbij komen.
Zoals ik zeg, ik blijf nog heel even hangen. Ik hoop dat jullie wat hebben geleerd hiervan. Mijn contactgegevens staan nog op het scherm. Mocht je nog vragen hebben, later op het moment dat je 's nachts wakker wordt en zegt van, hey shit, ik moet dat toch even weten, voel je vrij om contact op te nemen. Dank in ieder geval voor jullie aanwezigheid. Veel plezier bij de volgende lectures, mochten jullie ze joinen. En in ieder geval een fijne avond allemaal. Ik zie een vraag van Shinaida. Ik zal dat vragen voor je. Ik weet niet of ik weet daar niks van, maar ik zal het doorgeven in ieder geval. Vraag van Jordi. Worden de slides gepubliceerd? Goeie vraag. Ja, die zal ik toesturen en die krijg je dus ook via de mail. Goeie vraag. Kunnen we toegang krijgen tot de labs, Stijn? Daar moet ik even naar kijken. Dat heeft ermee te maken dat dat kan wel. Ga ik even voor je achteraan. De labs staan namelijk op GitHub. Alleen, kan me voorstellen dat ik vandaag niet alles heb behandeld wat wel in die labs naar voren komt. Dus ik ga er even voor je achteraan. De opname van deze sessie, denk dat die wordt gedeeld, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Ik denk het wel. Xamarin of Native, waar gaat mijn voorkeur naar uit? Interessante, wederom goede vraag. Als je het hebt over Native met Objective-C of met Swift of whatever. Dan niet dat, maar dat heeft meer mijn voorkeur. Als het gaat om, want ik ben gewoon heel erg een C-sharp ontwikkelaar. Dus daarmee weet ik zeker van, ik zou dat als eerste pakken als het gaat om app development. Daarbij moet je niet vergeten dat Xamarin ook wel echt wel native is. Alleen ja, er zitten gewoon wat haken en ogen aan waar je rekening mee moet houden. Maar het is wel echt native. Alleen het scheelt mij gewoon dat ik niet Swift hoef te leren. Is er eten? Ja, daar, het is nu 5 uur. Ik hoop dat, dat je eten al opstaat, zodat je straks lekker kan eten. Ja, thuisbezorgbon, die krijg je toegestuurd inderdaad. Kijk, dat is ook weer een goede vraag, Ziad. Hoeveel klanten zitten er op Xamarin bij InfoSupport en hoeveel bij Xamarin Forms? We hebben van de mobile projecten die wij doen, zijn ze allemaal in Xamarin. Eentje daarvan is React Native, de rest is allemaal Xamarin. En hoeveel daarvan zitten in Xamarin Forms? Bij Nederlandse Spoorwegen bijvoorbeeld. Toen bestond Xamarin Forms nog niet. En toen het werd aangekondigd was het ook nog niet zo groot. Alleen wat we nu vaak zien is dat als we in één keer cross-platform willen gaan, dus we zitten in een greenfield, dan kiezen we wel sneller tegenwoordig Xamarin Forms. De oude bestaande projecten die zijn gestart met Xamarin Native. Maar wat je dan kan doen is een stukje Xamarin Forms kan je embedden binnen je Xamarin Native. En op die manier krijg je zelfs daar een soort hybride wereld tussenin. Ja. Nou mooi, zie je zijn al heel veel mensen die enthousiast zijn. En zeker gezien de Kahoot reacties die ik zie, was het wel dat mensen in ieder geval goed hebben opgelet. Dus dat was erg gaaf. Ja. Vond het heel erg leuk om te doen. Voor mij was, zoals ik straks al zei, was dit de eerste keer online. En hopelijk niet de laatste keer.
Is budget de voornaamste reden om voor Xamarin te gaan? Goede vraag. Deels. Het gaat echt over app development, snelheid. Het gaat over waar zijn gewoon de meeste mensen van mee bekend. Er zijn tegenwoordig ook heel veel JavaScript ontwikkelaars. En dan zal bijvoorbeeld React Native een goede keuze zijn. Want dan hou je in ieder geval de ontwikkelaarskosten erg laag. Maar de voornaamste reden is eigenlijk van je hebt één gedeelde taal waarbij je en native kan ontwikkelen. Dus echt native performance look and feel krijgt. Maar tegelijkertijd dus ook snel kan blijven ontwikkelen. Maar zoals ik net al zei, van React Native en Flutter zijn wat mij betreft de directe concurrenten als het gaat om Xamarin/Xamarin.Forms. En dat is dus wel belangrijk om in de gaten te houden. Hoe wordt dat eten bezorgd voor BE, weet ik eerlijk gezegd niet. Ik ben maar een simpele presentator. Je krijgt straks in ieder geval een mailtje, weet ik, waar de tegoedbon dan wel niet instructies bij komen. Maar hoe dat gaat, weet ik helaas niet. Nou, Ingrid, dankjewel voor de reactie. Oké, wat mij betreft laat ik deze slide er nog heel even aanstaan en is dit de sessie. Ik zie geen vragen meer. Zoals ik zo straks al zei, mocht je toch nog iets hebben, mail me, twitter me, doe wat je wil. En dan hopelijk tot ziens bij de volgende lockdown lecture. En een fijne avond allemaal. Ciao!